Oud-Fries 1, nummer 5. En dan kun je hier in bakken Oud-Fries 1, nummer 5 opzoeken. En dan heb je alle accessoires die wij hier hebben. Ze zijn allemaal gedefinieerd en ieder pak heeft dan ook nog weer een emmertje erin. Met keurig de onderdelen van hoe moet het pak aan, wat heeft hij. En altijd de Wikipedia erbij in, dat je ook weet wie je bent. Ja, ja. We verwachten ook van onze modellen dat ze dat doen. Inderdaad. En je hebt gewoon een heel assortiment aan modellen. We hebben 160 vrijwilligers. Zo. Het met je. Oh, met de hand. Dit is een vriendinnetje van ons, die zit veel in de nachtdienst. Oh ja. En een bejaardentehuis en daar verveelt ze zich vaak s'nachts. En dan heeft ze goud eruit mee en dan heeft ze de jurk mee. Oh. En dan zit ze eindeloos te klikken. Oh, die dingetjes apart. Ja, allemaal apart erop gezet. Zit vaak aan de riet gedaan, want dat bestaat. Ja, ja. En dan komt toch weer een sleep over. Nou, daar hebben we onze wapens ook al. Ja, ja. En we weten dat de eerste keer paarden, want ze fluistert, ze willen, maar niemand heeft het gezien. Achteraf weten we dat ze dus bij een vriendin die aan de route woont in de kamer heeft gezet. Oh ja? Dat is het wel gezien. En de reden is dat ze zegt van als ik niet de hoofdgast ben en ik kom wel, gaat de aandacht van het onderwerp. Ja, oké. Okay, ja. Dus dan blijf ik weg. Ja. Gaat papa op vakantie naar de Middellandse Zee en heeft hij daar de oever moeten dood te gaan met de sleutel. Oh, serieus? Daar zit je met dat ding. Waar kom je dan terecht? De smid. En dat is nou het geheim van de smid. Nee, is dat ding, hè? Ja, dat is het. Nee, maar het is, ja, daar zou wel goed kunnen voor. Dat had ik een slot zitten. Ja, ja, ja. Thank you.
vindt dat ze kant in haar haar heeft. Dat wordt dus een mode haar. En in al die dames beginnen dus van dit soort kant oefenen in allerlei vormen. Okay. En er zijn extreme grote vormen van een kind. Zo. Ja. En dan wordt er een kapsel bijgedragen dat dus echt letterlijk. Elke krul heeft een naam. Die noemen ze allemaal, maar deze kleintjes hier op de zijkant, dat heet kruipboeren. Dit waren de herderinnetjes. Deze onthoud ik altijd, dat waren de kooltjes. Dat is niet moeilijk. En dit zijn de passementen. Het werd dus helemaal beschreven hoeveel kapsel op elkaar is. En mevrouw dat dus echt een vulling is. Voor de zin. Er is gewoon een vulling in om het volume te krijgen. In die tijd waren dat ijzerconstructies die nog half werden gezet. Dat is als gezwaar ook nog. Ja, ja.